Goedemorgen, boeren natuurders in Nederland. Vanuit Utrecht mogen we jullie welkom heten. Harm uit Limburg en Wout uit Friesland. Dus wat de taal betreft gaan we over in het Nederlands. Dat kan iedereen volgen. Wij hebben een sessie voorbereid en die gaat over een monitoring in het Natuurrijk Limburg en in de Noord-Friese Wouden. Het is de bedoeling dat wij beide een presentatie geven. En ik zal daarmee beginnen. En op het eind hebben we nog wat stellingen. En we gaan graag met jullie in gesprek over de stellingen. Beheermonitoring in de Noord-Friese Wouden. In de Noord-Friese Wouden hebben we vier leefgebieden waarin wij actief zijn. Dat zijn de natte draadering, het open grasland, het open akkerland en de droge draadering. En de twee leefgebieden, droge draadering en open grasland, dat zijn echt wel de grootste moten in ons collectief. Voor monitoring hebben wij afspraken met meerdere partijen en meerjarenafspraken. En dat betekent voor de natte draadering dat wij gericht zijn op de doelsoorten en voorafgaand aan het ANLB gevraagd hebben van welke gegevens er bekend waren om ons op te richten soort nulmeting. Maar veel gegevens bleken niet volledig te zijn of er waren geen gegevens. Dus wij richten ons wat de monitoring betreft op kansrijke gebieden en de doelsoorten die daarin voorkomen die we afgesproken hebben. We zijn in 2019 dus gestart met die beheermonitoring. En de beleidsmonitoring bij de provincie die liep al vanaf 2016. We doen dat gezamenlijk met andere collectieven die in Friesland naast ons liggen. Dat zijn Elan, het Lege Midden, collectief Westergo en het collectief Zuidwestkust. De monitoring wordt uitgevoerd door de RAVON. En die zijn gericht vooral op de soortenrijkdom, de habitatanalyse. Er is een analyse die uitgevoerd wordt voor het beheer, zeg maar, en de soortspecifieke analyse. De conclusies van de eerste resultaten die bekend zijn, is dat er weinig verschil is tussen het ANLB en de referentiemeetpunten. Wel is het zo dat soorten een negatieve trend laten zien. Duidelijk is dat de fasering van beheer van groot belang is. Dat komt uit de gegevens. Voor het open akkerland zijn we in 2019 gestart. Open akker doen we nog maar een paar jaar, dus we zijn echt een beginnend collectief en moeten daar dus ook nog erg in leren. Dat proberen we te doen met de collectieven die om ons heen liggen, de Waterhanen, maar ook met de collectief Groningen-West. Dus daarin moeten we echt nog wel ontwikkelen. Wij richten ons daarin op de door de provincie genoemde doelsoorten. En die hebben we in de gebiedsaanvragen opgenomen. We zijn in 2021, dus dit jaar, starten we met de monitoring. We hebben daarvoor een groep vrijwilligers bereid gevonden via de Volgewacht. En omdat we een startend collectief zijn, vooral omdat we een startend collectief zijn op dit terrein, laten we ons vooral helpen door een gespecialiseerde ecoloog. We gaan dit jaar proberen een nulmeting neer te zetten. En we hopen dat de uitkomsten ons kunnen helpen om ons beleid verder te ontwikkelen. Het jaar 2021 en 2022, kunnen we gebruiken om met name voor de volgende ANLB-periode ons beleid verder te bepalen. Voor open grasland hebben we een overeenkomst met de Bond van Friese Vogelwachten. Samen met andere Friese collectieven, dat is één afspraak. En die afspraak is gericht op monitoring, gericht op de doelsoorten. De grotto, de tuurluur, de scholexter en de kiewit, dat zijn eigenlijk de soorten, de hoofdsoorten waar we ons op richten. Maar het is vooral van belang dat we ook de andere soorten die in het leefgebied zijn, dat we die meenemen. Want het is natuurlijk niet alleen zo dat die vier hoofdsoorten van belang zijn op het moment dat het moeilijker gaat met de grotto. Maar we wel andere soorten volop aanwezig hebben, dan is het ook handig om te laten zien dat het resultaat oplevert. De monitoring die doen we in die afspraak met de Bond van Friese Vogelwachten vanaf 2016. Maar ook daarvoor werd al monitoring gedaan door de Bond van Friese Vogelwachten. Het is vooral gericht op nest- en broedpaartellingen en alarmtellingen. En gedurende het seizoen wordt dat digitaal bijgehouden.
En dat helpt ons om snel te kunnen schakelen, vooral gericht op het last minute beheer. Zoals gezegd, gericht op de doelsoorten. De nulmeting is van 2012. En hierin hebben we goede... ik hoor hem galop, dat is wat lastig. Maar hierin voor de droogdraadering hebben we goede afspraken met de ELAM. Het collectief wat naast ons ligt. Daarin zijn we ook gericht op de doelsoorten. De braamsluiper, de gekraagde roodstaart, de rode lijster en de spotvogel. Maar zeker ook op vleermuizen, omdat het gebied van ons collectief is vooral lijnelementen. En daarin zijn vleermuizen, dat is voor vleermuizen een belangrijk gebied, zeg maar. We hebben ook goede contacten met de provincie. En daarin hebben we samenwerking als het gaat om de beleidsmonitoring en de beheermonitoring. Even, Els, misschien kan ik eens even tussendoor een vraag stellen. Is dat goed? Ja, als je geen moeilijke vraag stelt. Ik weet zelf hoe gauw het gaat vervelen om achter zo'n schermpje naar iemand te luisteren. Denk, nou, gaan we kijken of we het interactief kunnen maken. Nee, ik zat eens te denken. Nou, naar zo'n al die soorten geteld. En je hebt inzicht hoe die gebruik maken van het beheer. Maar hoe gebruik je die informatie echt om je beheer te vormen? Want mijn eerste gedachte is van je weet vooral of het beheer op die locatie zinvol is geweest. Je weet of het beheer zin en resultaat heeft. Maar weet je ook wat het beheer daarin bijgedragen heeft? Dus hoe kan deze monitoring, hoe gebruik je die echt om beheeractiviteiten aan te passen bijvoorbeeld? We weten van bijvoorbeeld onderzoek in de droogdradering dat de bestdragende soorten dat die enorm bijdragen aan het leefgebied en de kwaliteit van het leefgebied. Nou ja, dat is één voorbeeld van het resultaat van monitoring. Dus we hebben naar aanleiding van die gegevens en van die opmerkingen van Altenburg-Wiebegaard doen we dat samen ook acties gedaan met deelnemers om dus ook meer bestdragende soorten bij te planten. Dus monitoring, meten is weten. Verschil tussen beheerde oppervlaktes en onbeheerde oppervlaktes. De tellingen daaruit, die helpen je dus, die vertellen je dus gegevens, resultaten. En daar kan je beheer op aanpassen. Ja. Dus. En bij de akkervogels, hoe zou je dat voor je zien? Ja, dat is nog echt leren, hè? Want we zijn vorig jaar met akkervogels begonnen. Dit jaar is dus het tweede jaar. We gaan nu voor het eerst monitoren. Dus ik vind het heel moeilijk om daar dus wat van te zeggen. Ja. Want het is voor ons ook een nieuw leefgebied. Vandaar dat we ons daar ook laten helpen door buurcollectieven. En vooral ook door een ecoloog, zeg maar, die speciaal op akkervogels gericht is. Dus ik kan er eigenlijk nu nog niks van zeggen, omdat we er ook nog geen resultaten van hebben. Nou, dit is denk ik ook wel een moeilijke, maar wel een belangrijke vraag, denk ik, om vooraf over na te denken. Want akkervogels, hè, anders dan weidevogels, wat meer pioniersoorten. Een patrijs misschien dagen later, maar veel akkervogels kunnen gewoon opduiken op plekken. Dus je kan starten met beheer. Nou, vervolgens ga je tellen, zijn de vogels er? Als ze er dan niet zijn, weet je dan ook, komt dat door mijn beheer of komt dat door iets anders? En als ze er wel zijn, is dat omdat er in de omgeving gewoon verschrikkelijk veel zitten, dus het was altijd op prijs? Of doe ik echt iets goeds in het beheer? Of weet ik met het beheer van, ze krijgen ook jongen groot? Dat vind ik, merk ik zelf wel eens dat we te snel puntenkaarten maken en soorten tellen, maar niet te goed over nagedacht hebben van, wat zegt dat over het beheer? En dat vind ik inderdaad wel een uitdaging. Nou ja, dat is het zeker. Wat we al eigenlijk in het tweede jaar gezien hebben, zeg maar, het eerste jaar begonnen en het tweede jaar nu gedaan hebben, dat is dat kijken van, we waren erg gericht op randen in eerste instantie. We hadden ook maar een beperkt budget, dus wat kan je doen en wat zou een toegevoegde waarde leveren? Waar richt je je op? Maar we zien dus ook dat randen op bepaalde plekken weinig toegevoegde waarde hebben. Nou, we proberen dan ook wel, vooral met ecologische onderbouwing, aan te tonen naar de deelnemers toe dat die afspraak geen handige afspraak is, omdat die weinig oplevert. En dat we dat beheer dan gaan verleggen. Dus, en of misschien naar andere pakketten zoeken. Hè? En dat moet de beheerder zelf ook willen. Dus dat gesprek vindt plaats. Maar dat gesprek vindt vooral plaats naar aanleiding van gegevens die je boven tafel krijgt. Ja. Dus het is vooral zoeken in akkervogels voor ons helemaal. Vooral zoeken naar een effectiviteit. Hè? Wat levert het op? En levert het ook wat op? En je wil vooral ook naar
opdrachtgever toe aantonen dat je beheer ook wat oplevert, hè? Dat het toevoegde waarde is. Ja, precies. Maar dat is dan... nogmaals, dan vind ik dan dus de vraag, is dat echt monitoring die dus je beheer kan evalueren? Of is het inderdaad monitoring om je resultaat te verkopen eigenlijk? Om inderdaad, ja, uiteindelijk, je wordt betaald voor het product vogels. Dus dan wil je ook laten zien dat je dat product geleverd hebt. Alleen, daar zit toch nog steeds de vraag in, is dat echte beheermonitoring of zit dat veel meer bij beleidsmonitoring? Ja, maar ik denk beide. Hè? Je hebt aan de ene kant natuurlijk de verantwoording naar de opdrachtgever toe. Dat is een zakelijke kant, zeg maar even ervan. Maar we doen dit vooral om biodiversiteit te leveren. Dus de resultaten gaan je ook vertellen van of je het juiste beheer uitvoert en of niet. En als dat niet zo is, als dat onvoldoende bijdraagt, dan moet je je beheer aanpassen. En dat is dus echt ook wel... Zoeken naar, ja, gebruik je de juiste pakketten? Ligt dat op de goede plek? Maar vooral ook gebruik je de juiste pakketten? En welke soorten zou je verder willen stimuleren? Wat kan je dan doen in je beheer? Wat heb je dan aan verbeteringen nodig? En daar hebben wij echt voor akkervogels de ecologische ondersteuning nog nodig. Omdat we daar onvoldoende kennis zelf van hebben. Ja. Dus die uitwisseling, die vindt vooral op die manier plaats. En dat is een uitwisseling tussen, laten we zeggen, het collectief en de ecoloog. Daar zijn de deelnemers bij betrokken. Maar er zijn natuurlijk vooral ook de vogelwachten bij betrokken. Want dat zijn natuurlijk de vrijwilligers in het veld, maar die hebben ook kennis. Dus ja. Het is vooral een combi van die verschillende partijen die je kan helpen om uiteindelijk dat leefgebied te verbeteren. Hè? Goede inhoud te geven, goede kwaliteit. Ja. Ik weet niet of er misschien naar aanleiding hiervan wat vragen zijn. Nee. Nou, mooi dan. Gaan we lekker verder. Dan gaan we lekker verder. Ja, ja. Het leefgebied droge dradering, dat is vooral voor Novisch Woude een belangrijk leefgebied. Deel van het werkgebied is het Nationaal Landschap Noordelijke Friese Woude. Dus dat is voor ons ook heel belangrijk. Veel allerlei lijnelementen, ongeveer de helft daarvan is onder beheer. Dus in dat opzicht is er nog heel wat te doen. Vanuit de Novisch Woude doen we niet alleen monitoren wat we voor de doelsoorten zeggen tussen haakjes verplicht zijn, maar we proberen breder te kijken. Want het is vooral ook zo om ons gebied op de kaart te zetten, maar ook te laten zien dat je niet alleen levert vanuit die agrarische natuurbeheer opdracht voor de doelsoorten, maar je levert veel meer. Bijvoorbeeld de schrale plantensoorten, de vleermuizen, je levert veel meer. En dat willen we ook laten zien. Dus we investeren daarin, met name samen met andere partijen, zoals Altenburg-Wiebega, Landsgebied Friesland. En we geven dus één keer in de vijf jaar een staat van de natuur uit. En om zo breed mogelijk te laten zien dat wat boeren doen, wat deelnemers doen, dat meer oplevert dan alleen maar hoofdsoorten. Wat doen we met de resultaten? Gedurende het seizoen bepalen we dus, want dat is eigenlijk wat jij vraagt, Harm, wat doe je ermee? Gedurende het seizoen bepalen we wat last minute gewenst is, vooral bij Open Graksland. Op het moment dat er mogelijkheden zijn van budget, dan kijken we van waar hebben we dan behoefte aan? Waar kunnen we dat budget dan het beste inzetten? Een verzwaring soms van beheer kan dat tot gevolg hebben. Wat ik net zei, bijstellen van je opdracht van hoe kan je die zo goed mogelijk invullen. Het bijplanten van bestdragende soorten om vooral vogels te bedienen daarmee. Het aanpassen van beheerpakketten is natuurlijk iets wat daar voortkomt uit de resultaten. Het in beeld brengen van de kwaliteiten van je gebied, dat is voor ons ook... een belangrijke reden om er verder mee kosten in te maken, verder in te investeren. We willen ook vooral, want er is natuurlijk best kritiek op de boeren, we willen vooral ook zien dat het verantwoord is dat het geld naar boeren toe gaat en dat je ook levert. Dat je de beheervergoeding, dat het een betaling is voor groene en of blauwe diensten. Dus verantwoorden is ook voor ons nou wel een belangrijk aspect. En niet als laatste. Niet als minste, maar wel als laatste op dit lijstje is kennisontwikkeling van het collectief zelf en de beheerders. Dus het is vooral bij start- en evaluatiemomenten proberen we schouwresultaten, maar ook monitoringsresultaten te laten zien. Om beheerders ook te stimuleren, om te laten zien van je doet het goed of we doen het goed en het kan beter of en hoe moet het dan. En om op die manier zijn we ook met de deelnemers in contact te zijn
om het agrarisch tuinbeheer tot een succes te brengen. Nou, dan zijn er wat discussiepunten, maar misschien, Harm, is het handig dat ik die nog even bewaar. Want jij hebt ook wat om te presenteren, zeg maar. En, nou, ik weet niet wanneer we pauze willen doen. Hoe ver zitten we? Was het een kwartier? Nou, wat we ook kunnen doen. Ja, nee, dan ga ik, want we hebben ook een mooie stelling. Want ik wil die voor de pauze even erin mee. Dan kunnen mensen in de pauze over die stelling nadenken en misschien wat reageren. Anders staan we hier ook maar tegen een camera aan te praten. Dan laten we inderdaad misschien al eventjes om ze in te laten werken, die discussiepunten. Om ze alvast te noemen eventjes. En dan ga ik daarna met mijn verhaal. Jij had ook nog een punt erbij gezet, Harm, dacht ik, op jou. Het is inderdaad, ik had net een beetje die discussie begonnen. En mijn verhaal zal ik daar proberen wat verder op in te gaan. Dus van, ga je alleen inzetten met je beheer op doelsoorten en met je beheermonitoring? Of wil je dat veel breder inzetten? En dan heb je dus ook in je focus je beheer op één soort. Wat doe je met je andere soorten? Hoe neem je die mee? Want uiteindelijk is een monitoring van soort is dan ook weer een keuze. En ik zei net al van als dan de vogeltjes wat je als doelsoort hebt benoemd niet optreden, is het beheer dan mislukt? Of zijn er wellicht heel veel andere soorten? Als je hebt over de biodiversiteit in de landbouw, heeft dat dan toch resultaat, dat beheer? Insectenmonitoring is dan dus ook is dat niet veel iets meer waar we op in moeten zetten? Nu insectenmonitoring in het agrarisch natuurbeheer, zover ik ken, heel beperkt. Hè. Je hebt het BIMAG-verhaal, dat is niet eens speciaal agrarisch natuurbeheer, maar dat gaat dan over vlinders in het landelijk gebied. Maar verder relatief beperkt wat er aan insecten gemonitord wordt. Terwijl als je kijkt naar akkervogels, ja, je wil vooral, maar ook weidevogels, je wil toch vooral weten, is het voedsel er ook? En is het bereikbaar? Dan kan je dus doordenken over, moet je niet heel veel kijken naar de kwaliteit van het habitat voor die soorten. Dus dat is potentieel habitat, als ze er nog niet zijn, of als ze er wel zijn, van ja, is het volledig het habitat? Kan die soort daar in zijn hele levenscyclus, in zijn behoefte voorzien? Moet je veel breder landschappelijk kijken. Ja, dat zijn dan eigenlijk discussiepunten waar we denk ik in de beheermonitoring over kunnen hebben. Want dat kan je hele interessante informatie opleveren. Wij hebben dat overigens wel nog op beperkte schaal gedaan, hè? Insectenmonitoring in met name het leefgebied droge dradering. En dan zie je dat is door studenten gedaan, en dan zie je dat in de houtwallen, de hooghoutwallen met een wallichaam, dat er in de voet van het wallichaam dat de hoogste mate van biodiversiteit voorkomt, dat is in de verscheidenheid van soorten, maar ook het volume per soort is daar het grootst. Op de bovenkant van het wallichaam neemt het ietsje af, maar en de andere kant op het land in, zeg maar, dan is de eerste 5 meter, daar zit een bepaalde mate, en dan de tweede 5 meter neemt het sterk af, en de derde 5 meter, daar zie je bijna geen insecten meer. Dus als het om de keuze gaat van de lijnelementen met of zonder randenbeheer, ja, dan geeft dit soort informatie geeft je een handvat van om een keuze te maken. Van ja, als je aan randen meer doet, ja, is dan de eerste 5 meter belangrijk of moet je nog breder? Hè? Ja. Dus die metingen, die leveren je echt hele interessante informatie op. Waardoor je dus ook keuzes kan maken als het gaat om kwaliteit van beheer. En wat mij betreft, maar de kijker die moet vooral daar zelf een oordeel over vellen. Is het denk ik heel handig om vooral wel die monitoring te doen en om ook partijen zoals opdrachtgevers, de provincie, aan te tonen van we kunnen meer, maar dan hebben we ook iets nodig. Want je kan denk ik ook wel stellen, tenminste dat is de gedachte die in onze regio leeft, van we kunnen alles leveren, maar dat kan niet gratis. Het is natuurlijk zo, als je inkomen moet halen uit je bedrijfsvoering, en er wordt van jou een groene en een blauwe dienst gevraagd die ten koste van de efficiëntie van je bedrijfsvoering gaat, dan moet er iets tegenover staan. En op het moment dat wij met gegevens kunnen aantonen dat die biodiversiteit leverbaar is, maar dat ten koste gaat van, ja, dan heb je aan de ene kant kan je dus die biodiversiteit leveren die men zo graag wil en die ook zo van belang is voor ons allen. Maar dan moet er ook iets tegenover staan. Dus en dat is
voor in onze regio, ik weet niet hoe het bij jou is, Harm, maar het is in onze regio echt een belemmerende factor. Hè? Dat budget, dat is heel lastig. Elke keer weer gaat over euro's, maar ja, daar gaat het wel over. Hè? Dus willen we de deelnemers ook de gelegenheid geven om in hun bedrijfsvoering te schakelen naar natuurinclusieve landbouw, het leveren van biodiversiteit, ja, dan moet er toch iets tegenover staan. Dus ik weet niet hoe dat bij jullie is, maar wij hebben dus de randen niet in het beheer, zeg maar even, omdat er gewoon geen geld voor is. Nou ja, bij ons is het precies hetzelfde. En ik denk overal, budget is beperkende factor. Provincie Limburg die wil zelfs korten op het agrarisch natuurlijk. Wat zeg ik, dat hebben ze al gedaan in onze nieuwe beschikking. Dus vanaf 2023 moeten we het met 20% minder doen. Nou, daar heb je dus juist dit soort resultaten nodig om te laten zien van, kijk, het gaat heel erg goed. Maar dat is wel heel lastig, want die heb je. Je hebt het, maar dan moet er wel nog iemand naar willen luisteren ook. Mooi voorbeeld, de doelsoort hamster in Limburg. Ja, die wordt prachtig gemonitord, want daar gaat behoorlijk wat geld aan uit. Maar die cijfers van die hamster, die zijn nog steeds niet rooskleurig. Dus ja, dan heb je het eerste wat de politiek zegt, daar trekken we de stekker uit. Dat is weggegooid geld. Nou, op zich is dat een billijke vraag die je kan stellen. Alleen ja, die hamster is niet de enige die in die akker zit. Het staat daar elke winter vol met de telescopen naar alle vogels die daar zitten. Ik denk dat het een van de meest succesvolle vormen van winterakkervogelbeheer is. Maar ja, omdat het doelsoort hamster is, zou je dus kunnen zeggen, het beheer is niet geslaagd. En om dan vervolgens voor ons om duidelijk te maken van, hey, wacht eens even, er profiteren soorten van waar ze in Groningen ook gewoon hetzelfde geld voor neerleggen. Dat is wel een hele moeilijke, maar dat moet je blijven doen. Ik merk ook dat zowel bij de ecologen, hè, de groene hoek van de provincie, daar zijn we toch te veel landbouw. En daar is toch nog steeds de filosofie van, als we natuur creëren, hekje eromheen. Meerjarig heb je dat, tot in het einde der dagen hebben we dat vastgelegd. Dat ligt toch nog steeds makkelijker als het verhaal waar wij mee bezig zijn, met agrarisch natuurbeheer, dus soorten helpen. Ja, het continue kritiekpunt is inderdaad die 6 jaar die er maar aan zit. Ja, dat zouden we het liefst ook langer hebben, maar we kunnen ook al, en zeker jullie, je hebt al een hele reeks van die staat van de natuur, tot hoever gaat die terug? Ja, 2012, dus dat is nog niet heel erg lang, maar toch al vooroplopend op het huidige stelsel. Langer dan deze periode inderdaad, dus ja, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Nou ja, en natuurlijk, hè, dat is voor ons ook een lastige, zeg maar even, wat je ook aangeeft, hè, van je kan met monitoringsgegevens wel aangeven de aantallen van je soort. Maar ja, wat je kan doen is je habitat op orde brengen, hè, je leefgebied optimaliseren, dat kan je doen. En overige factoren heb je niet altijd in de hand. In Friesland is er een heftige discussie gaande over of nu die boer in vervolg mag maaien nadat er een vogelwachter gecontroleerd heeft of er vogels in het veld zitten. In het agrarisch natuurbeheer doen we dat volgens mij al. Dus ik snap ook helemaal niet waar de discussie vandaan komt. In ons collectief hebben we bij elk mozaïek een mozaïekregisseur. En die bepaalt, als je 1 juni afgesproken hebt, of er op 1 juni gemaaid mag worden en of niet. En als de vogels zitten, stellen we het een week uit. Dus dat oplossen, volgens mij is een heel gangbaar systeem. Dus ik begrijp ook helemaal niet waar de discussie vandaan komt. Maar goed, die discussie voeren we daar dus. En een andere is, zeg maar even, de predatiedruk. Hè? Dat is ook wel een hele lastige. Op het moment dat wij niet de predatie mogen aanpakken zoals we dat graag willen. Dus ja, dan kies je eigenlijk ook niet echt voor die weidevogel. Dan kies je voor een gebied waar allerlei soorten mogen voorkomen. Ja, en dan is degene die de grootste mond heeft, die is baas. Hè? En dat is in ons geval misschien de vos of de steenmater. Maar ja, daar is geen werken tegen. Dus het is wat wij kunnen doen. En in dat opzicht zitten wij denk ik wel een beetje op één lijn. Wat wij kunnen doen is het leefgebied op orde brengen en door monitoring aantonen, kennis krijgen van waar behoefte is aan verbetering of verandering. En de rest, ja, dat moeten we op een andere manier regelen. Maar deze gegevens kunnen ons wel helpen om aan te tonen van ook naar provincie toe waar waar kansen liggen, maar ook waar bedreigingen liggen. Ja. Dus ja. Wij krijgen een signaal van de regie. Even pauze houden. Ja. Oh, helemaal goed. Ja. In hoeverre zijn jullie doelsoort indicator voor de bouwstaat van de natuur? En welke indicatorsoort heb je daarvoor nodig? Dat kan je die al benoemen? Ja, het zijn eigenlijk vooral de hoofdsoorten.
Ja, dat is inderdaad je vraag. Spreek je van doelsoorten of komt zo terug? Of wil je van gidssoorten spreken? Een gidssoort is inderdaad een soort die indicator is voor goed beheer, voor een goed leefgebied. En dan is bijvoorbeeld de grutto voor open grasland, is daar een hele mooie indicator natuurlijk. Waar jij op wil richten. Maar het is niet zo dat als die er niet is, ja, dan moet je inderdaad kijken van wat is er aan de hand? Kan ik dat beheer verbeteren? Maar kan met heel veel andere zaken natuurlijk samenhangen. Net als die er wel is, krijgt die ook jongen groot in je grasland. Kijk, als jij een gebied hebt waar gewoon nog een hele goede gruttopopulatie zit, ja, dan heb je ook de minder geschikte stukjes waar die ook gaat zitten. Maar of die daar wat groot krijgt, weet je ook niet. En als dat net jouw beheer is, ja, kun je zeggen, mijn beheer is goed, want die soort zit er. Maar als die geen jongen groot gekregen heeft en je hebt dat helemaal niet in beeld, dan vind ik het nog steeds geen goede indicator voor beheer. Maar het is wel een, dus in die zin, wat ik zeg, meer een gidssoort. Hè. Je richt je wel op, je wil die soort wel hebben. En je richt je beheer en je inrichting van je leefgebied volledig op die soort. En daar gaan inderdaad allerlei andere soorten van profiteren. Daar ben ik van overtuigd. Maar die hebben wel heel vaak niet in beeld. Dus ja, een indicator, je hebt het bij drogere aderingen natuurlijk ook volop. Dat kan per gebied verschillen. Indicator van goed heggenbeheer kan een grauwe klauwier zijn, ik noem maar wat. Maar ook voor die soort specifiek heeft die ook weer allerlei eisen. Dan zit je dus elke soort stelt andere eisen aan zijn omgeving en dat bepaalt ook de randvoorwaarden die jij in je beheer wilt hanteren. Maar dat leidt, kijk, open grasland is dan nog relatief eenvoudig. Heb je toch een kleiner doelsoortenlijstje als bijvoorbeeld drogere adering. Dat is door het hele land, heb je daar een enorme hoeveelheid soorten. Dus ja, daar kan je dus ook weer allerlei verschillende indicatoren, verschillende gidssoorten voor benoemen. Maar nogmaals, een gidssoort is natuurlijk meer een waar je naartoe wil werken. Een indicator is echt, als die er zit, dan weet je dat het helemaal top zit met je beheer. Maar ook dan weer, ik denk dan weet je vooral dat het helemaal top zit met je landschap. Want het beheer zijn ook maar stukjes. Je kan je beheer helemaal perfect hebben, maar als de omgeving eromheen niet werkt, dan krijg jij ja, zeker de veel eisende indicatorsoorten krijg je niet terug. Dan een aansluitende vraag daarop. Hoe voorkomen we dat we worden afgerekend op alleen doelsoorten, terwijl we voor veel meer soorten ook iets hebben gedaan met het ANLB? Ja, één dus, door meer te tellen dan alleen die doelsoorten. Maar ik noemde het al, ik noemde het voorbeeld van het hamsterbeheer. Ja, dan moet men het ook nog willen horen. Hè? Ook die akkervogels die zijn geteld. Het wordt niet gehoord. Als vooral jouw doel is om zo min mogelijk geld aan agrarische natuur weer uit te geven, ja, dan maakt het niet uit wat je noemt. Maar dat is een beetje cynisch gedacht. Soorten tellen, kwaliteit van leefgebied in beeld brengen. Dat ook, hè, in beeld brengen van hoe verbetert mijn beheer de kwaliteit. Als je het hebt over heggen bijvoorbeeld. In Limburg heb je heel veel die strak geschoren knipperscheerheggen. Dat is een pakket. Nou, wij hebben meteen gezegd, goed, daar kunnen we aan werken. Maar die moeten beter worden, die moeten breder worden, die moeten wat hoger worden. Die moet je anders gaan snoeien. Als je dat in beeld brengt, dan kan je ook laten zien van kijk, we zaten eerst met kwaliteit 1 en we zitten nu op kwaliteit 3. Ze zijn zoveel breder geworden. Dus ja, dat zijn natuurlijk ook manieren om te laten zien van ja, we bereiken meer dan alleen die doelsoorten. Alleen tellen is kostbaar, monitoring is kostbaar. Wat is een reëel deel van de begroting wat je hiervoor kan gebruiken? Ja, daar hadden Wout en ik het net vooraf ook even over, dat we even zaten van, Wout vroeg mij van wat geven jullie nu uit van je begroting? Ik moet zeggen, ik had het wat minder paraat, ja, dan is het al een gouden schatting. Maar wat noemde jij? Je had toch wat verder zitten rekenen? Ik had onderweg in de auto even zitten rekenen van, ik weet ongeveer wat we uitgeven aan de verschillende leefgebieden en dat bij elkaar opgeteld en dat gedeeld door, laten we zeggen, het bedrag wat we, als we uitgaan van 15% organisatiekosten, wat we eigenlijk mogen afromen, wat we met onze leden afgesproken hebben, tenminste in ons werkgebied, dan zitten we rond de 7% van dat bedrag, geven we uit aan de monitoring.
Dus dat is achteraf, dacht ik in de auto, van dat is best een fort bedrag. Ja, ja. En, we doen het overigens wel, we kiezen ervoor om dat zo op die manier te doen. Het is dus ook een investering in je toekomst, in het laten zien van waar je mee bezig bent, vooral ook kennis krijgen van waar je mee bezig bent en hoe je kan verbeteren. Maar het is wel een forse hap uit je begroting natuurlijk. Ja, dus, Ik heb hem minder exact, omdat wij, bij ons is het gewoon onderdeel van de deelnemerbegeleiding. Die monitoring is ook om te laten zien aan die deelnemer, hoe staat het erbij, jouw beheer, welke soorten zitten er. Ik denk dat wij een 60% van al onze overheid aan deelnemerbegeleiding kwijt zijn. Dus echt de bijeenkomst in het veld, maar ook één op één onze veldmedewerker met de deelnemer. Maar dus ook die veldmedewerker die het beheer langsloopt, daar een kwaliteitsschouw voor doet. Echt de kwaliteit van dat leefgebied voor soorten in beeld brengt. En dat ook terugkoppelt aan die deelnemer. Dus ik heb hem niet zo, maar dat is dus wel ook een heel fors deel van ons werk, omdat ik denk zelf dat het belangrijkste is om resultaten te halen. Ja, dat is bij ons natuurlijk ook zo. We hebben veldexcursies, we hebben start- en evaluatiemomenten, dus maar even die 7% ongeveer, die ik noemde, die is eigenlijk specifiek wat we aan kosten maken bij partijen zoals ecologische adviesbureaus enzovoort. Ja. Dus Bond van Friese Vogelwachten, die vogelwachten die voor ons de tellingen doen, dus die kosten. En de overige kosten zeg maar, van de kennismomenten met de deelnemers enzovoort, die komen daar natuurlijk nog overheen. Dus, maar dat het belangrijk is en dat het ook wat oplevert, ook naar onze opdrachtgevers toe. Het voorbeeld in de droge dradering wij hebben het woord tussenkap in onze pakketten opgenomen. En dat is een grote snoeibeurt. Je hebt jaarlijks beheer, je hebt de grote snoeibeurt en je hebt de eindkap. En de grote snoeibeurt die hebben we tussenkap genoemd. En nu komt de NVWA controleren en die zegt, jullie hebben niet in het element gesnoeid, want het is een tussenkap. Hè? Je moet dus in het element snoeien. Ja, wij hebben gezegd van het is een tussentijdse ingreep, dus vandaar het woord tussenkap. Met die monitoringsgegevens kunnen we laten zien dat waar dus de elementen die niet beheerd zijn en waar in het element gesnoeid wordt, dat het element is veel minder dicht, de dichtheid van het element is veel slechter, dat daar dus veel minder soorten voorkomen dan in die dichte landschapselementen. En dus, dat zijn voorbeelden die je kunnen vertellen van hoe belangrijk het is, op welke manier je beheert. Dus, En ook naar de NVWA zullen we dus aantonen dat dat woord tussenkap, dat er vooral is om biodiversiteit te leveren. En dat is ook het spanningsveld, zeg maar, vind ik zelf. Met de huidige regeling, we worden betaald voor een activiteit, maar we worden niet betaald voor het leveren van biodiversiteit. En het is juist zo dat het leveren van biodiversiteit, dat is toch onze opdracht. Ja. Dus, Maar ik denk zeker in het landschapsbeheer, de droge doadering, daar krijg je voor het beheer alleen geld voor je uitgevoerde activiteiten. En dat is dus ook waar een NVWA op moet controleren. Maar soms is het niet doen van activiteiten voor biodiversiteit beter. In ieder geval in periodes. Ja. Ja. En dan hebben wij, krijgen we ook regelmatig discussie met de NVWA daarover. En waar een belangrijk verbeterpunt, denk ik, voor de nieuwe periode. Nou ja, dat is voor ons ook vooral in het gesprek met de provincie. We hebben elk jaar, dat hebben jullie waarschijnlijk ook gehad, het verantwoordingsgesprek met de provincie. En ook dit soort gegevens helpt ons in het gesprek met de provincie om dus ook via IPO naar FVO toe, zeg maar, de NVWA van informatie te voorzien. En andersom via Boer Natuur, laten we zeggen, van de andere kant ook naar boven toe de informatie verder te brengen. Dus monitoring is niet alleen laten zien wat je doet, kennis ontwikkelen, maar ook vooral kijken van waar zijn verbeterpunten in het hele systeem te maken. Dus dit heeft een hele brede achtergrond wat ons betreft. Ja. Wat we nog niet zo benoemd hebben, ook een belangrijke reden van monitoring, is de motivatie bij deelnemers. Hè. Je wil ook weten waar je het voor doet. Je wil ook zien van het heeft effect gehad. Ik zie zelf bij onze beheerders dat motiveert enorm. Het beheer voor patrijs is een mooi voorbeeld. Een hele dankbare soort. Maar we hebben dan ook nog een aantal hele warme, droge zomers hebben gehad. Wat ook goed is voor die soort. Ja.
echt enthousiast, hè? Mensen die speciaal naar je toe komen, ook jagers in het veld van, god, ik zie hier weer ineens allemaal patrijzen lopen. Ja, dat motiveert ook enorm. We zijn ooit begonnen met beheer langs de randen van het gebied, de Mariapeel, waarvan we dachten, nou, daar gaat de kraanvogel binnen afzienbare tijd broeden. Toen zijn we daar met akkerbeheer begonnen, omdat ze dan straks, als die jongen groot zijn, dan kunnen die met die jongen op die akkers naar voedsel zoeken. En ja, vooraf die beheerders die ook zeiden, ja, die moesten er wel een beetje om lachen inderdaad. Zoiets geks, zo'n kraanvogel, heel, heel exotisch klinkt dat. En op een gegeven moment kregen we de foto's van, hij loopt verdorie hier in mijn achtertuin. Ja, wat dat dan losbrengt, want dat is ook monitoring, hè, zien wat je beheer oplevert. En ja, en dan krijg je ook echt de discussie, dan staat die deelde met mij te vertellen van, jonge Harm, als je maar de juiste omstandigheden creëert, dan krijg je die soort. Denk ik, ja, dat is prachtig. Ja, leuk. Ja. Wat doen we? Even pauze? Nee, gaan we verder. Ja, ik was net even ik dacht dat we die erin konden vliegen, maar mijn stelling, we hebben hem al een beetje langs gehad van eigenlijk de vraag van, is om je beheer, je resultaten te vergroten, is dan vooral inzicht in het gebruik van een gebied door soorten. En inzicht in de kwaliteit van het habitat, is dat niet veel belangrijker dan dan soortgerechte tellingen, waar je eigenlijk de puntenkaarten hebt van waar zit die soort. Dus daar hebben we het eigenlijk al ook over gehad. Ik denk dat een mix daarin ook wel heel goed in kan zijn. Wout, jij zei net, hoe werken jullie met de provincie samen? Je hebt beleids- en beheermonitoring. We hebben bijvoorbeeld de beleidsmonitoring die de provincie heeft uitgezet in samenwerking met ons, is bijvoorbeeld de poeleninventarisatie voor kamsalamander, om vooral in beeld te hebben. Wat zit er in die poelen? Dat zijn de stippenkaarten. Ja, wel hele waardevolle informatie, maar wel heel fijn dat vanuit beleidsmonitoring wordt ingezet. En vervolgens, ja, dan heb ik weer die vraag van, goed, hij zit er wel of hij zit er niet. Waar komt dat door? Is het beheer goed? Zitten we op de goede weg? Hoeveel zaten erin? Kan dat beter? Hoe is de omgeving van die poelen? Want kamsalamander, hij kon zijn voortplanting in die poel doen, maar hij zit de rest van het jaar zit hij in hakhoutbeheer, in bossen. Is dat op orde? Kunnen daar verbeteringen zijn? Ja, dat zijn veel meer de beheervragen die je stelt dan. Maar ja, ik denk wel, als daar een goede samenwerking is met de provincie, is dat wel heel goed. Want hoe zit dat bij jullie? Nou, die samenwerking, daar hadden we straks even over tijdens de pauze. Die samenwerking in Friesland is met de provincie zo goed, ook zeker op dit terrein. Dat leidt er ook toe dat eigenlijk je niet allebei hetzelfde hoeft te doen, zeg maar. Hey, je moet natuurlijk het gebied in om monitoring te doen, zowel voor beleid als voor beheermonitoring, zeg maar. Maar ja, waar je dubbelingen hebt, ja, die kun je eruit plukken en dat levert efficiëntie op. En daardoor kan je misschien meer doen dan wanneer je dat beide alleen los van elkaar doet. Dus er zitten efficiëntiemogelijkheden in. Wij hebben een hele goede samenwerking daarbij. Ook al bij de aanloop naar de aanvraag in de tijd in 2015... hebben we goed contact met de provincie gehad en met de ecoloog vooral van de provincie om daarover na te denken. Dus, en dat is ook aan te bevelen voor ja, iedereen, voor zover dat nog niet gebeurt, zeg maar, om daar initiatief in te nemen. Want ja, dan kan je dus samen optrekken. En ja, uiteindelijk gaat het toch om dat met deze gegevens die je boven tafel haalt, dat je ja, wil laten zien, wil kennis hebben van ja, waar je verbeterpunten hebt of waar je succes haalt. Of ook waar, ja, laten we zeggen, je misschien niet meer op gaat inzetten. Want ook die keuzes, die kan je maken met behulp van monitoring. Dus ja. Mooi. Nou ja, ik wou in mijn verhaal dus wat meer ingaan op hoe wij die beheermonitoring inzetten om het maatwerk in beheer mogelijk te maken. Het is natuurlijk heel belangrijk, zeker in een leefgebied drogende adering, met een veelheid aan pakketten, met een veelheid aan soorten. En waarbij één pakket op verschillende manieren ingezet kan worden. Ik noemde net die poelen. Een poel voor een kamsalamander ziet er heel anders uit dan een voortplantingspoel voor de geelbuikvuurpad. Ja, moeten we helemaal voor naar het zuiden van Limburg, maar de knoflookpad die zit ook in een andere deel van het land. Dus daar heb je dus maatwerk nodig. Maar ook maatwerk natuurlijk om ervoor te zorgen dat het beste bij de beheerder past ook, hè. Dat een boer het in zijn bedrijfsvoering goed in kan passen. Ja, als jij een collectief bent, kan iedereen dat net wat anders doen. En dat hoeft helemaal niet verkeerd te zijn. Ik denk zelfs dat dat goed is.
Dus ja, je lerend beheer, we hebben het er net al over gehad, van ja, hoe ga je je beheer wijzigen, maar ook betrokkenheid van die deelnemers. Dus ja, weten waar je het voor doet, maar uiteindelijk ook om betrokkenheid met andere organisaties te vergroten. Maar ik wou toch meer gaan echt op dat lerend beheer. Dus die kwaliteit van je leefgebied in beeld te brengen. Dan is het heel belangrijk dat je ook documenteert wat je doet met je beheer. Hè. Dat kan je ook als beheermonitoring zien. Hè. Dat gaat dus helemaal los van de soorten, maar gewoon weten wanneer heb jij ingezaaid. Hoeveel mest heb je uitgereden? Wanneer? Allemaal dat soort zaken, maar ook hoe heb ik een mozaïek gecreëerd? Dat gaat bij weidevogel, maar dat is ook bij in drogende adering en ook in akkerbeheer. En dan kan die soortgerichte maatregelen, monitoring, meer aanvullend erin zijn. Want uiteindelijk wil je het kunnen gebruiken om je beheer aan te kunnen passen. En ook uit te leggen van waarom heb ik dat nou gedaan? Waarom heb ik iets veranderd? En waarom heb ik misschien afgeweken van de voorwaarden? Wout noemde het net ook met de problemen die je met een NVWA kan hebben. Die natuurlijk puur op de regel controleert, vanuit hun oogpunt begrijpelijk, maar vanuit ecologie is dat niet begrijpelijk. Dus ja, even wat fotootjes goed naar je beheer kijken. Hier wat verschillende plaatjes. Dit is beheer voor patrijzen, het bloemblokbeheer, een groot Europees project is dat geweest, waarin ze dus ook onderzocht hebben van... ja, hoe kan je dat beheer optimaliseren voor die patrijs? Maar daar gaat dus ecologisch onderzoek aan vooraf, die veel meer op het leven van die patrijs in is gegaan, dan dat je met je beheer hebt geteld hoeveel zitten er. Om dat beheer dus vorm te gaan geven, heb je dus wel echt ecologisch inzicht in die soort nodig. Nou, wij proberen dan daar heel veel variatie in aan te brengen. Dus er zijn delen die een jaar over blijven staan. Er zijn delen die gemaaid zijn en ingezaaid. Er zijn plekken waar je een kevenbank aanlegt. Ja, hier, zo gaat het dan. Dan staat onze veldmedewerker staat buiten met onze deelnemer te bekijken van nou, hoe kunnen we dat doen? Hoe gaat dat werken? Nou, een heel interactief proces waar je inderdaad wel uiteindelijk ook wel weer over die soorten hebt. Kijk, als die patrijs hier niet voorkomt, dan is het al een stuk moeilijker. Dus ja, om die manier dan van daaruit ook echt de habitatkwaliteit te kunnen scoren aan de hand van gidssoorten. Eigenlijk zou ik, als een veldmedewerker dat allemaal genoteerd heeft in het veld, zou ik moeten kunnen zien van ja, deze pool is geschikt voor die en die soort. Dit leefgebied daar is geschikt om een grauwe klauwier te gaan krijgen. Dus ja, je noteert daar eigenlijk, dat is toch het belangrijkste deel van onze beheermonitoring, wat de veldmedewerkers doet, is dus eigenlijk ecologische randvoorwaarden noteren per beheerelement. Maar ook om dus het uitgevoerde beheer daarin te documenteren. En daarmee zeggen we dus eigenlijk van die kwaliteit van je leefgebied met betrekking tot de algehele biodiversiteit, die staat eigenlijk boven een enkele doelsoort. Ik had die hamster al genoemd, maar ik denk ook met grutto geldt dat op veel plekken. Ja, en dan krijg je dit soort beheer. Dit is, zou je denken, wat is dit nu voor beheer? Is dit een struweelrand? Is dit een struweelhaag? Wat is dit? Hier zit het pakket. Ik denk dat dit botanisch hooiland is, waar je dus opslag in hebt. Dit is een habitat voor de grauwe klauwier. Je hebt hier echt maatwerk van een pakket opgeleverd. Nou, volgens mij voor de NVWA randvoorwaarden moet je vooral oppassen dat je niet te veel opslag hebt, want dan wordt het als natuur genoteerd. Is de boer ook niet blij mee. Als het nog verder opslaat, dan kan je problemen krijgen met dat het uit je agrarisch areaal geknipt wordt. Dus je moet dat op tijd wel weghalen. Ja, fasering in beheer, dus een hele strakke begeleiding van ecologische kennis is dan nodig. Maar ja, nog los van welke soorten daar geteld zijn, wil je dus vooral inzicht hebben van ja, hoe ga ik dat doen, hoe pak ik dat aan. Dit is ook een pakket, een beetje vanuit de discussie doelsoorten. In het verleden had je de doelsoorten, allerlei botanische soorten, rode lijstsoorten.
Dit beheer was toen afgevoerd in een vorige periode. En vervolgens zijn wij naar dat beheer gaan kijken. Van ja, dit is volop in het leefgebied van grauwe klauwieren. Dus daar is een soortenrijke wei is gewoon hartstikke belangrijk. Dit is ook botanisch hooiland. Ja, de rode lijst planten zitten er niet. Als je daarop gericht had, dan is dat beheer eigenlijk mislukt. Maar nou ja, ik denk, hier hoef ik niks van te zeggen dat dit geen mislukt beheer is. Je zit natuurlijk ook enorm hoeveelheid bijensoorten. Noem maar op. Hè. Ook weer daar, zelfs als die grauwe klauwier hier niet ziet, dan heeft dat waarde. Maar dat moet je wel in beeld brengen. Dit ook, een akker, een deelnemer die gewoon gek is op korenbloemen. Ja, staat nergens in de ANLB doelsoortenlijstjes. Maar de patrijs wel, ja, dit zijn wel de akkers waar je patrijs boven vliegt. Je kent dat bekende Van Gogh schilderij wel. Hè? Dat is ook zo'n akker en dan vliegt die patrijs boven. Ja, het is een kruidenrijke akker is dit. En die richten wij vooral op bedreigde akkerflora. Ook geen ANLB doelsoortenlijst. Maar om dat als gidssoort te nemen, die bedreigde akkerflora, krijg je een verschrikkelijk mooi beheer. En uiteindelijk gaat die patrijs daar ook van profiteren. En die heeft er inderdaad gebroed. Nou, ook weer, hè, daar hebben we niet een speciale monitoring voor. Dat zijn gewoon eigenlijk anekdotische waarnemingen van de veldmedewerker die daar geweest is. Die daar die patrijs met jongen heeft rond zien lopen. Hier hetzelfde, het omvormen van beheer. Beheerde, strak beheerde knip- en scheerheggen naar een die wat meer uit kan groeien. Kan niet op alle plekken, maar waar het kan, dat vooral doen, zodat daar bloei in komt. Vroeg in het jaar, heel belangrijk voor bijen. Ook weer niet een ANLB doelsoortenlijst, maar later in het jaar komt in mei die grauwe klauwier. En die gaat in zo'n heg ook zitten broeden. Hetzelfde is die inzet daar van die foto, samenhang tussen beheer, hè, dus botanische graslanden met heggen, strak beheerd daarvoor en daarachter een wat grotere struweelhaag. Ja, dit zijn allerlei overgangen en daar vind je de biodiversiteit. En dat is ook kennis uiteindelijk die bij deelnemers, waar we mee spreken. Dit is een mooi voorbeeld. Dit was een hoogstamboomgaard met heggen erdoorheen. Dat is voor ons ook een voorwaarde van hoogstamboomgaarden moet wel omzoomd worden door heggen. Dit was een knip- en scheerheg. Die is heel breed. Is nog steeds wordt die netjes bijgehouden. De randen, maar hij is wel heel erg breed geworden. Dus woekert van alles doorheen. Maar het leuke is, dit pakket is geen hoogstamboomgaard meer. Dit is een botanisch grasland geworden voor die onderdelen. Omdat wij zagen van die bomen, dit is allemaal prima. Maar eigenlijk dat grasland eronder, als je dat nou goed gaat beheren, dan ga je echt de winst voor biodiversiteit krijgen. Ja, dat is allemaal beheermonitoring. Dan ben je dus in beeld van wat is de kwaliteit van het landschap, wat ik wil hebben voor uiteindelijk doelsoorten. In dit geval ook weer grauwe klauwier op heel veel plekken. En dan krijg je ook dit soort zaken. Dit is kruidenrijk grasland met een rustdatum. Het kan ook botanisch hooiland zijn, botanisch weiland. Maar dat je dus niet het geheel gaat maaien, maar dat je delen laat staan. Daar blijven bloemen in, daar blijft dekking. Fasering in beheer is ook weer, ja, is puur een keuze, nog los van wat je geteld hebt aan soorten daar, is puur een keuze die je maakt omdat je weet waar soorten behoefte aan hebben, welke kwaliteit van een landschap belangrijk is, en daar richt je beheer op in. Hier hetzelfde botanisch, dit is kruidenrijk grasland met een rustperiode in het gebied droger de adering, het is natte graslanden met heel veel pinksterbloemen, heel veel vlinders vroeg in het voorjaar. Voor welke doelsoort is dat? Nou, kun je zeggen, dat is nog niet compleet. Dan moet ik nog meer doen. Nou, dan heeft hier de deelnemer de bosrand eigenlijk wat breder uitgerasterd, zodat daar het struweel erin kan lopen. Moet net kunnen in je bedrijfsvoering. Maar als het kan, vooral doen. Dat is maatwerk. Ja, dus wij doen dus vooral een kwaliteitsschouw van je beheer. Kwaliteitsschouw is dus niks anders dan de randvoorwaarden. Hoe breed is een heg? Hoeveel soorten zitten daarin? Weiland hetzelfde. Hoeveel kruiden zitten daarin? Is daar structuur? Zijn er structuurverschillen in die vegetatie? Dat allemaal scoren.
Wat we wel zien is documentatie. Dat gaat nu nog. We hebben het zoveel mogelijk digitaal proberen te doen. Maar ja, onze veldmedewerkers, dan zie je toch, nou, papieren vel is toch handiger. Ja, dus we hebben wel stapels papier nu nog liggen, wat nog ingevoerd moet worden. We hebben niet een goede tool daarvoor nog. Wel heel belangrijk, hè? Dus documentatie van dat soort kenmerken, maar dus ook documentatie van je beheer precies. En dan is het wel heel belangrijk dat je in je collectief wel iemand hebt die kennis van systeem- en landschapsecologie heeft. Dat gaat verder dan de soortecologie. Dus veel meer van welke eisen stelt een soort aan zijn leefomgeving. En dat kunnen vertalen naar het beheer wat je doet. Dus dat is ook wel kennis die heel belangrijk is. Ja, dan komen we weer terug bij onze discussiepunten waar we net hebben gehad. Maar misschien naar aanleiding van mijn verhaal. Zijn er nog geen vragen uit de regio, zeg maar even? Nee. Misschien Wout, okay. Jij nog een... Nou, ik vroeg mij af, ik zag al die mooie plaatjes en hoe dat in Limburg is. Bij ons zijn vooral melkveehouders deelnemers. En die moeten natuurlijk hun inkomen halen uit die melkveehouderij. En daar zie je eigenlijk dat als je over droogdradering praat, want dat is toch wel een verschil met het open grasland gebeuren, het weidevogelbeheer, dat met name als het om die droogdradering gaat, dat er een hele scherpe scheidslijn is van, laten we zeggen, het grasland en het landschapselement. En ik zag mooie plaatjes met ook een raster, een stukje van het landschapselement af. Dus is dat een algemeen beeld in Limburg, zeg maar even? Of hebben jullie ook wel de biljartlakers en dan die overgaan in een heel mooi landschap? Ja, dat is een mooi gewetensvrij. Je laat altijd de mooiste voorbeelden, ja. Laat je altijd zien. Dat kan niet overal. Ja. Dus de overgangen over het algemeen zijn die scherp. Maar toch heb je veel plekken. Ik heb zelf wel eens bij beheer waar ik nog niet geweest was en dat ik het een beetje aan het zoeken was. Ik dacht, nou, dit zal wel van Limburgs landschap zijn. En dat ik erachter kwam van, nee, dit is inderdaad ons beheer. Dit ziet er best wel veel opslag. Want meestal herken je daar een terreinbeheerder aan dat er wat opslag kan zijn. Ja. Ja, mijn boer moet het gewoon, ja, ook door regelgeving, die moet dat gewoon strak houden. Maar ja, en dat zie je, hoe zuidelijker je gaat, hoe meer dat komt. Okay. Het Bourgondische is in het zuiden wat, iets wat slordiger. Ik woon zelf in de Peel, ja, echt ook een gebied teruggewonnen op de natuur. Ja, daar is onkruid, is gewoon een cultuurverhaal. Hè. Dan heb je zaakjes niet goed op orde. Ja, want dat is denk ik ook wat boeren onderling met elkaar. Hè. Het is een groepsgebeuren, zeg maar even. En als je afwijkt van, laten we zeggen, het gemiddelde in de groep, ja, dan val je op. En dat kan positief zijn, maar dat kan negatief zijn. Het netheidssyndroom, zeg maar even, hè, het onkruid verwijderen. Dat is natuurlijk in de efficiënte aanpak in landbouw, is dat ook wat landbouw, het succesverhaal van landbouw, hè, dat er heel efficiënt geproduceerd wordt. In onze regio zie ik ook wel steeds meer dat met de kennis vanuit monitoring en vooral bij start- en evaluatiemomenten nodigen we ook, laten we zeggen, interessante sprekers uit, zeg maar. En zo hadden we dus iemand die, laten we zeggen, vanuit ecologische achtergrond zijn spreekbeurt gaf van de eerste slide was boeren haten bomen. Nou, dan is meteen de toon gezet natuurlijk op zo'n avond. Dus het was wat rumoer in de zaal. Maar aan het eind van de avond bleek eigenlijk dat boeren helemaal geen bomen haten. Tenminste, die boeren die in de zaal zaten niet. En omdat het besef van, het is niet zo erg als er hier en daar eens wat staat. Want juist die kleine plukken, hè, die leveren al heel veel waarde op. Dus de hoeken niet uitmaaien. Onder het raster niet maaien, dat soort hele, tussen haakjes, eenvoudige dingen, die kunnen al enorm bijdragen aan kwaliteit van biodiversiteit. Ja. En monitoringsgegevens kunnen daarbij helpen. En dat is denk ik ook een cultuurverandering, dus dat moet ook leren. Je gaf ook aan, hè, lerend beheren, nou, zo is het ook denk ik. Dus, monitoring kan daar ook bij helpen, denk ik. Dus, ja, en dan is die stippenkaart misschien wel weer heel belangrijk, want dan moet je het wel zien inderdaad. Kijk, ik noemde net alleen op woordsysteem en landschapsecologie, waar gaat dat over? Ja. Dat is echt ecologische kennis, maar als jij laat zien van kijk, op die plek, met die heg die uitgroeit, kijk eens wat een bijen daarin zitten. Ja, pas als je er echt naar gaat kijken, dan zien ze dat ineens. En dan is er in één keer veel meer bereidheid om dat soort maatregelen te nemen.
Ik denk zelf dat de functionele biodiversiteit, dus het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, dat is misschien voor ons nog wel een heel groot leeraspect. Zeg maar. Ik weet niet hoe het er bij jou in het collectief is. Is daar wel kennis van, Harm? Dat bijvoorbeeld akkerbouwers, dat die door bepaald beheer bepaalde soorten, insecten of wat er ook maar, krijgen. Onvoldoende. Ja. Nee. Ja. Wel steeds meer aandacht voor. Ja. En ook die landschapselementen inderdaad. Ja. Er gaat nu een onderzoek vanuit Wageningen starten om dus te kijken naar invloed van hagen naast fruitteelt. Ja. Dus te zien wat betekent dat voor je bestuiving. Dus echt een ecosysteemdienst eigenlijk. Want hoe kijk jij daar tegenaan? Zou dat kennis zijn die het collectief, die de collectieven zelf moeten ontwikkelen? Bijvoorbeeld Limburg of Friesland of wie dan ook maar. Hè? Of zou dat misschien ook een rol van Boer Natuur zijn? Dat die ons daarbij gaat helpen? Ja, ik noemde net al Wageningen. Dus ik denk, je zit toch met landelijke instituties. Is dat wel heel goed als Boeren Natuur dat ondersteunt. Maar zeker ook als collectief. Je moet inderdaad wel die wens hebben om... Ik denk dat soort kennis is nog veel belangrijker. Zeker voor onze achterban dan die hamster. Nou, ik kan me voorstellen dat, vooral voor de agrarische ondernemers, zeg maar, dat op het moment dat ook duidelijk wordt dat bepaalde soorten ook een functie hebben en ze ook kunnen helpen in in de bedrijfsvoering, dat het dan nog makkelijker wordt en je meer gemotiveerd wordt om daar ook je pakket op aan te passen of ook een rol in te spelen. Ja. Dus ik denk ook dat daar nog een heel groot kennismoment ligt, zeg maar, voor ons allen. En hoe eenvoudig kan het eigenlijk zijn? Dus, dus denk ik ook daarin benoemen van is agrarisch natuur weer puur iets om soorten van boerenland te helpen? Of is het een middel om naar een natuurinclusieve landbouw te gaan? Ja, het is denk ik beide. Hè? Aan de ene kant wil je natuurlijk natuur realiseren en biodiversiteit realiseren. Maar als het ook een functie heeft, als je ook kan aantonen in je bedrijfsvoering dat het je kan helpen om meer natuurinclusief te werken, zeg maar even. Ja, als je dat ook helpen kan om te besparen, bij wijze van spreken, op gewasbeschermingsmiddelen, dan heeft het een dubbel doel. Ja. En het sluit veel meer aan bij de intrinsieke motivatie van de boeren. Het hamsterbeer, een mooi voorbeeld op een gegeven moment daar. Het ontwikkeling, het gebruik van de arestrippen. Nou, alleen al dat je eens een keer over machines praat in plaats van over vogels en arme dieren die niet doen wat je wil. Dat geeft al heel veel enthousiasme. En vervolgens dan ook wat het gebruik van zo'n arestrippen puur landbouwtechnisch zinvol is. Dat je in één keer ziet van omgeslagen graan, dat zuigt die prachtig mooi op en die korrel die komt eruit. Dat soort dingen, dat geeft heel veel motivatie. Dus monitoring, is dat de conclusie? Dat monitoring ons kan helpen ook om in die transitie naar natuurlijk zien van landbouw nog verder te leren, te ontwikkelen? Is dat, ik denk monitoring? Dat is wel je basis. Ja. Ja. Zouden we dan ook nog de monitoring anders moeten inrichten? Of hebben we met de monitorische methode die we nu hebben... Dat is al een beetje de discussie. Ik denk zelf dat er relatief dus te veel aandacht is voor die stippenkaarten. En dat er veel meer aandacht... Ik zeg niet ik zeg relatief. Dus het is goed dat gebeurt, maar er moet veel meer aandacht gaan naar die kwaliteit van dat leefgebied, de kwaliteit van dat beheer. En dat ook goed te kunnen documenteren. Ja. Ja, want Harm, wie doet dan in Limburg de habitat kwaliteit monitoring? Zijn dat de vrijwilligers of zijn dat de veldmedewerkers? Veldmedewerkers, ja. En zou je daar ook vrijwilligers voor in kunnen zetten? Of dat vraagt nogal wat van het collectief? Ja, nee, tuurlijk, daar kan je vrijwilligers voor inzetten. We zien wel met vrijwilligers werken, gaat ook veel tijd kosten. Of die ook dat willen doen om dus in agrarisch gebied... dus niet soorten te tellen, maar beheer te scoren. En dat vraagt ook wel een bepaalde kennis. Dat is een tweede vraag. Dus ik heb nog niet enthousiasme bij vrijwilligers gezien om zoiets te gaan doen. Maar ik denk op zich, daar moet je altijd voor openstaan. Weet je een beetje waar het niet-enthousiasme in zit?
Is dat kennis of is dat... Vrijwilligers meestal willen vooral zijn bovenal vogelaar. Ja, als het om vogels gaat. Ja, okay. Dus die willen vogels zien. Ja. Niet dat je die niet ziet op het agra. Maar ja, als je dus kijkt naar het scoren van... dat je dus door het gras gaat lopen en... wat is de doorloopbaarheid, wat is structuurverschillen, wat zijn de soorten planten die daarin in voortkomen. Dat is wat anders dan vogels tellen. Ja. Dus voor dat soort, dat wordt al wat specialistischer. Al is vogels tellen natuurlijk ook al specialistisch. Nou heb ik het alleen nog maar over vogels, maar je hebt dus al die andere boerenlandsoorten. Ja. De amfibieën, de zoogdieren, dan wordt dat nog weer specialistischer. Ja. Maar ja, nee, ik denk, het is ook niet dat wij daar nu enorme druk op hebben om die vrijwilligers daarvoor enthousiast te krijgen. Dus het is te makkelijk om te zeggen van, die kan ze moeilijk vinden. Het is ook niet dat we daar nou naar gezocht hebben. Nee. Nou, maar het is wel meer, hè, want ik vind wel, je komt ook bij die boeren op het land, dat vraagt wel heel veel wat. En die veldmedewerker, die heeft een relatie met onze deelnemer, dus die is daar kind aan huis, om maar zo te zeggen. Ja. Niet bij allemaal, maar... Ja, met vrijwilligers vraagt dat wel een hele andere aanpak. Hè? En een vrijwilliger gaat ook kritisch zijn op hoe die boer zijn bedrijfsvoering doet. Hè? Heeft die boer daar zin in? Ik denk heel goed dat dat gebeurt, maar ik denk wel dat daar heel veel tijd en energie in, dat bijna al een activiteit op zich is. Veel van onze vrijwilligers, die zijn natuurlijk als vrijwilliger binnengekomen, maar die zijn ondertussen zo ver geprofessionaliseerd dat je ze wel in de categorie medewerkers zou kunnen scharen. Ja. En het zijn nog steeds vrijwilligers, hè, vooral vogelwachters en zo, maar ook bij de schouwcommissie, dat is voor ons ook een deel, een belangrijk deel is vrijwilligers, zeg maar even. Maar door hun kennis en ontwikkeling, zeg maar, zijn ze min of meer specialisten geworden. Hè? Ja. Ondanks dat ze dat nog op vrijwillige basis, zeg maar, doen. We hebben ze niet in dienst in dat opzicht, zeg maar even. Dus, maar het is vooral zoeken naar mensen. Dus eerst misschien met een kleinere rol of een meer hobbymatige achtergrondrol. En dan later proberen te doorontwikkelen. Dat is wel, dat kan ook monitoring en de gegevens en leveren dat wat op. Dat kan ook helpen om ook de groep vrijwilligers natuurlijk verder te professionaliseren, te verbeteren. Ja, en dan vooral in droge daderingen uitdagingen. Want dat is ook alweer, als je kijkt gewoon, kijk, open grasland, dat is gewoon duidelijk. Dit zijn je weilanden waar je weer hebt. Daar kan je een vrijwilliger op zitten. Veel langere historie. We hebben maar één open grasland in waar we beheer hebben voor weidevogels. Dus dat is, en daar zit, dat wordt volledig door vrijwilligers, wordt dat gemonitord. Ook weer op soorten, hè? Niet op kwaliteit van het grasland. Maar droge dadering, dat ligt overal en nergens. Dus ook dat is qua organisatie met vrijwilligers wordt denk ik ook al lastig. En dan is bij jullie denk ik ook al wat duidelijker. Dit is het gebied. Dat klopt hoor. Het is wel een, het zijn specifieke regio's waar je terecht gaat, laten we zeggen. Dus wij wisselen wel, hè? Dat niet altijd degene die uit de eigen regio komt, dat die daar de monitoren op de schouw of wat er ook maar doet. Dus we wisselen wel om ook onafhankelijkheid erin te houden, zeg maar even. Maar het is wel wat je zegt, het is het bekende gebied, zeg maar even. Ja. Maar misschien, Wouter, is er een mogelijkheid dat wij een vraag stellen aan de luisteraars? Van, hoe niet? Dus zeggen wij nu dingen die heel anders overkomen of is het een bekend verhaal? Want daar ben ik wel erg benieuwd naar. Normaal gesproken zouden wij voor een zaaltje staan en dan zouden wij mensen kunnen zien en ook kunnen zien of het slaapverwekkend is of dat het interessant is, zeg maar even. Maar dat zien we nu niet, dus we moeten het echt wel van die chatvragen hebben. Dus is het een bekend verhaal? Is dat de vraag die we stellen kunnen? Ja, stel de vraag en dan ga je kijken wat er binnenkomt. Vooral laat van je horen. Is dit een bekend verhaal? Is het herkenbaar? Zijn er dingen waarvan je zegt, wat doen wij compleet anders? Dus, want ook wij zijn natuurlijk continu aan het leren. Hè? En dan valt het stil natuurlijk hier. wij moesten wachten op een reactie. Ja. Dat is geen pauze. Nee. Goeie, kom. Ja, misschien liggen ze dus allemaal te slapen. Ja. Het blijft rustig. Oké. Vanuit Fala is het interessant en herkenbaar. In de Achterhoek is het nu de wens om ook te starten
om de focus meer te leggen op de habitatkwaliteit in plaats van de soorten te tellen. Okay. Dus het wordt gedeeld vanuit de valen. Ja. Nou, ik ben vooral ook benieuwd naar, we hadden net over hoeveel je eraan besteedt. Jullie best wel een groot deel, wij ook. Wij zijn wel twee grote collectieven. Ik ben heel benieuwd bij, misschien is daar ook je ziet qua omzet, hoe lager de omzet, hoe minder je voor dat deel. Het deel contracten, intekenen, beheer, of je dan groot of klein bent, dat is vergelijkbaar qua tijd. Dus ja, als je klein bent, dan heb je dus heel weinig eigenlijk over voor dit onderdeel. Wat zonde is, want ik denk dat het een van de belangrijkste onderdelen is om goede resultaten te krijgen en om in beeld te brengen. Het is vooral het inzichtelijk maken. Hè? En het is wel wat je zegt natuurlijk, hè? De vaste kosten die een collectief heeft, die drukken vooral zwaar. En dat is inderdaad zo, denk ik. Hè. De grotere collectieven kunnen dan daar toch wat meer efficiëntievoordelen uithalen. Ja. Dus die overige beschikbaarheid van middelen, die is daar misschien wat groter. Geeft dus, ook Yvette aan dat de uitdaging, het is wel goed dat het een uitdaging is, geen probleem. Maar dat het financiële plaatje is om dat rond te krijgen. Ja, dat is heel herkenbaar hoor. Want dat speelt bij grotere collectieven zo. Die hebben natuurlijk ook andere kosten die kleinere collectieven misschien weer minder hebben. Of op een ander terrein hebben, zeg maar even. Dus het is denk ik voor ons allemaal een uitdaging. Maar dat er wat meer financiële bufferruimte is bij grote collectieven, dat is het duidelijk. Ja, ik noemde ook net wat wij echt ervaren is gewoon qua ICT-tool. Dat qua beheermonitoring echt ontbreekt. Ook analyse van je beheren, want nu ik noemde net van die heggen die breder worden. Maar je wil daar een makkelijke analyse op kunnen doen inderdaad. Hoeveel is dat geworden? Ja, dat is nu best wel veel werk en dan blijft het vaak liggen om dat op die manier te doen. Missen jullie daar iets? Wij hebben het monitoren op zich laten we natuurlijk vooral ook door anderen doen, zeg maar even. De Bond van Vieze Vogelwachten, die heeft een digitaal systeem daarvoor. Dus het is nog wel eens even in discussie. Want de vogelwachters die zijn niet allemaal onder de 50, zeg maar even. De meeste zijn erboven. En ja, die groep die heeft soms ook wat moeite met digitalisering. Dus daar zit wel een beetje een spanningsveld, zeg maar. Maar vooral de Bond van Vieze Vogelwachten is gericht op digitalisering. Maar ook andere partijen, Altenburg Vuurbegaan, maar ook Landsbeheer Friesland, die voor ons monitoren, zeg maar even, die hebben dat wel via digitale routes geregeld. Dus wij kunnen in dat opzicht al wel heel redelijk het ICT op ICT-niveau. Maar monitoren van, dus wat heb ik, wanneer heb ik welke activiteit uitgevoerd? Hè? Dus wanneer heb ik ingezaaid? Wanneer heb ik welke mestgift heb ik gegeven? En inderdaad, kwaliteit van beheer, hoe staat het erbij? Sommige dingen niet, hè? Bepaalde onderdelen niet, maar vooral het tellen en het registreren, dat is dus al digitaal. Ja. En er zijn bijvoorbeeld vogelwachters die minder digitaal behendig zijn, zeg maar. Ja, die tellen dus gewoon op hun kaart, op hun papieren kaart, zeg maar, en die geven naar een soort van coördinator door uiteindelijk hun gegevens en die voeren ze dan in het digitale systeem in. Dus uiteindelijk wordt het wel gedigitaliseerd. Maar dat deel ligt dus voor ons bij de vogelwacht, zeg maar even. Ja, maar ik bedoelde echt over die habitat-analyse. Ja. Bijvoorbeeld Ravon heeft een mooie app, die kan je zo inderdaad aan die pool zien. Daar zijn al die gegevens staan erin, hoe diep is die, welke begroeiing, hoeveel beschaduwing, noem maar op. Die kwalificering eigenlijk, dat mis ik echt voor... Ja. We hebben nu papier eigenlijk. Ja. Ja, nee, maar dat deel ik wel met je. Ja. En dat vind ik... We hebben ScanICT is een prachtig systeem, maar het is vooral een systeem wat goed kan verantwoorden naar de EU, dat je de betalingen allemaal goed en eerlijk hebt gedaan. Maar het ecologische deel, ja, denk ik gewoon echt dat doorontwikkeling nodig is. Ja, dat deel ik. Ja. We zijn daar ook in naar aan het zoeken. Hè. Bijvoorbeeld het systeem Boom, dat gebruiken we ook wel. Dat is met vooral landschapsbeheer, maar dat zou je misschien ook verder kunnen doorontwikkelen. Even de vraag of dat mogelijk is, maar goed, in ieder geval een wens om verder te digitaliseren, daar ben ik wel met je eens. Je ziet, want dat Boom inderdaad op dat vlak, daar hebben wij ook samen. Er zijn een aantal collectieven die daarin investeren, maar dat is niet een landelijk verhaal nog. Nee, dat klopt. Nee. Ja,
vanuit Willemien komt ook de boodschap dat we vanuit Boer Natuur ook een traject gaan doorlopen om samen met de collectieven en voor de collectieven die beheermonitoring beter te ondersteunen en te organiseren. En ook vooruit het oogpunt omdat je meer invloed hebt op het beheer en daardoor ook op de habitatkwaliteit. Als dat goed is, dan zou een soort boete volgen als het goed is. Ja. Ja. Dus dat gaat lopen. Mooi. En er is ook nog een vraag dat het goed is om te kijken naar die habitatkwaliteit. Dat zou je dan over een hele streek moeten doen, maar hoe vaak moet je dat herhalen om daar een goed beeld in te krijgen of je dat vooruit gaat? Ja, verschilt een beetje per type beheer. Cyclisch beheer met beheer eens in de 5-7 jaar, daar hoef je dus minder vaak voor te doen als ik noem maar wat, poelenbeheer, graslandbeheer. Dus ja, dat is, ik vind het moeilijk om daar echt een getal voor te noemen, maar ja, jaarlijks ben je er uiteindelijk mee bezig. En het is ook een beetje bij akkerbeheer, ben je ook gewoon jaarlijks ben je dat in beeld aan het brengen. Ik noemde net die patrijs waar je elk jaar een deel van terugzet binnen een perceel. Ja, daar ben je dus jaarlijks voor aan het kijken. Ook hoe dat opkomt qua begroeiing. Je hebt gewoon goede en slechte jaren. Soms moet je ingrijpen met probleemonkruiden. Soms moet jij, want dat is een jaar zwarte braak toepassen. Mag ook niet van de NVWA, zou soms heel goed zijn. Dus ja, dan moet je kijken. Soms heeft een akker mestgift nodig, omdat die te schraal wordt. Dus dat moet je echt per jaar moet je dat bekijken. We zien ook met akkerbeheer, ja, daar hebben wij gewoon één vaste veldmedewerker die al een bakker weer langs loopt. Bij wijze van spreken, elke akker in beeld heeft hoe dat erbij staat. Met hamsterbeheer geven wij jaarlijks ook een prijs voor het beste beheer. Dus ja, dat is ook weer om te motiveren, maar dat is dus elk jaar is dat in beeld gebracht. Ik denk dat dat ook deels wel financiële afwegingen zijn. Hè? Als het heel duur beheer is, ja, dan wil je daar wat meer bovenop zitten dan beheer waar je gewoon wat minder voor beschikbaar hebt. Ja? Nou, mijn doel was niet de volle tijd te benutten, want ik dacht dat beter even buiten lopen. Ja, ja. Dan, ik zit nu zo naar jullie te kijken. Nou, dan wil ik Annemieke en Wouter bedanken voor de technische ondersteuning. Ja. Ik vond het wel gezellig zo met Wout. Blij weer eens even jou te zien. Ja, we hebben er een beetje een talkshow van proberen te maken. Ik weet niet of dat gelukt is, maar ik zou zeggen, iedereen goeiedag. En succes in het goede werk van het Agrarisch Duurbeheer. Precies. Ja. Oké, dankjewel. Dankjewel.